Maar ik zeg ook tegen Peter, als het bij jou gebeurt, dan moet je eens kijken. Dan ben je weg. Ja, dan ben ik weg en dan neem ik zijn ballen mee. Ja, het paspoort mee vandaag. We gaan naar het buitenland. Het gaat zo goed met mijn internationale carrière dat ik nu zelfs in het buitenland ga interviewen. Nee, flauwekul. Ik ben onderweg naar Nicole Gillis. Bekend, Nicole Kremers heet ze. Ik zeg voor het gemak even Nicole Gillis, want het is natuurlijk de vriendin van Peter Gillis. Van de bekende SBS reality serie Massa is Casa. Ik ben zelf trouwkijker vanaf seizoen 1. Dus ik vind het leuk om even naar Nicole toe te gaan. Ze ontvangt ons thuis in het Belgische Neerpelt. Vanuit Friesland is dat dik 3 uur rijden. Dat zijn we nu aan het doen. Er is veel nieuws rondom Nicole en de familie Gillis. Ze zijn ongeveer zo'n beetje elke week wel in het nieuws met iets. Dan weer moet Peter een boete betalen van €250.000 omdat er immigranten op een van zijn vakantieparken zouden zitten. Dan weer komt het gerucht ineens boven dat Nicole zou zijn vreemd gegaan. Momenteel speelt er een zaak dat Peter haar zou hebben mishandeld. Hij zou haar in haar borst hebben geknepen, haar hebben aan haar arm hebben getrokken, een oorbel uit haar oor hebben gerukt en zelfs in haar neus hebben gebeten. Dus we gaan eens even checken zo meteen of die neus er nog aan zit. En of Nicole daar iets over wil vertellen. Ik denk het eigenlijk niet, omdat we momenteel, als we deze video aan het opnemen zijn, nog midden in het proces zitten. Als die online komt, is er waarschijnlijk al een uitspraak. Is misschien het hele verhaal ook al wel verteld, maar nu weten we nog niks. En ik verwacht ook dat Nicole zal zeggen dat ze er nog niet op in wil gaan. Want ze heeft gisteren ook al een appje gestuurd dat ze niet wil reageren op de mediabom die momenteel ontploft. Maar ik ga het natuurlijk wel proberen, want ik wil er wel alles over weten. Ik vind het wel een raar verhaal eigenlijk, die mishandeling. Maar er is genoeg verder te bespreken. Nicole heeft een erotische webshop opgericht en daar hoort ook een winkeltje bij. Maar dat mag niet open, staat op internet, omdat de vergunningen niet goed zouden zijn. Ben ik benieuwd naar waarom die toko met vibrators en warme erotische zalfjes en crampjes en speeltjes nog niet open is. Daar gaan we het natuurlijk even over hebben. Ik ben natuurlijk benieuwd. We gaan het 8e seizoen in, of het 7e of het 8e. Ga ik ook aan haar vragen, maar heel veel seizoenen al van Massa is Casa. In 2 jaar tijd. En ik ben benieuwd wat dat met haar heeft gedaan. Ze is ineens een bekende Nederlander. En het is maar net hoe je daarmee omgaat natuurlijk. De een doet dat goed en de ander wat minder. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat ervaart. En het is waarschijnlijk de laatste kans om nog in het huis in Neerpelt te gaan kijken. Het huis dat zo bekend is van die serie, wat vaak in beeld is gebracht. Want de familie gaat verhuizen. Er wordt gewerkt aan een gigantisch kasteel in België. Ze gaan weg waar ze nu zitten. Maar daar gaan we nu nog wel even naartoe. Op naar het Belgische Neerpelt, op naar Nicole Gillis. Zo, er was nog wel een ritje vanuit Friesland. 3,5 uur rijden naar België, maar we zijn er. En we gaan kijken of ze thuis is. Het zou wel makkelijk zijn voor het interview dat ze er is. Dat is altijd met grote huizen zo, die hebben geen bel. Ik heb wel een bel. Yo Nicole, Andries. Ik sta voor je deur, maar je hebt geen bel. Nee, je hebt geen bel, oké. Yo, zie je zo, yo. Ze komt even open doen. Ze moet even kloppen. Op zich niet nodig, want we hebben er net gebeld. Kijk, daar is ze! Je hebt geen bel! Nee, ik heb ook geen bel, klopt. Waarom niet? Omdat er anders hier heel veel fans aan de deur staan die foto willen. Oh. Ze hebben de bel weggehaald. Omdat er anders fans aan de deur staan die ook een foto willen en oké. Ja, ze bellen gewoon aan als ze zien dat je auto thuis staat en dat willen wij niet. Als er iemand komt die we kennen, dan zetten we de poort open en dan kunnen ze binnenkomen, kunnen ze aankloppen op de deur. Oké. Ja. Nou, maar wij hadden gewoon een afspraak, dus zeker. Zullen we weer gaan? Top. Hey, ik ben allereerst benieuwd, die reality serie van jullie, hè? 8 seizoenen in 2 jaar. Ja. Dat betekent dat de serie goed aanslaat en dat bijna het hele jaar ook op tv is. Klopt. Toen je 2 jaar geleden ja zei tegen deze serie, wat waren je verwachtingen? Wat had je ervan verwacht?
Nou ja, toen we 2 jaar geleden ja zeiden, toen hadden we eigenlijk verwacht om gewoon eens de buitenwereld te laten zien. Hè. Wie is nou familie Gillers achter de Oostappengroep? Dat we allemaal eigenlijk gewoon hardwerkende mensen zijn en ja, dat het allemaal niet aankomt waaien. Dat wilden we eigenlijk gewoon laten zien. Uiteindelijk hadden we een seizoen gekregen met 6 afleveringen. Daar werd al vlug genoeg gezegd van, oh, kunnen jullie dan toch niet toch alsjeblieft 2 extra afleveringen maken? Dus daar zijn er toen 8 geworden. Was dat toen met die sneeuwspecial of zo, toen in de bergen? Of was nee, het weer een seizoen later? Toen, dat was 2 seizoenen of 3 seizoenen later. Oh ja, oké. Dat was de sneeuwspecial. Ja. Maar toen wilden ze eigenlijk heel graag dat we nog meer maakten, omdat het zo goed bekeken werd. En vooral we hadden we ervan verwacht eigenlijk niet zo heel veel. We hadden zoiets van, oké. We zien het wel, wat het ons brengt. We vinden het leuk om een keer te doen en slaat het niet aan, slaat het niet aan. Doet het dan wel, dan zien we wel wat we er verder nog mee gaan doen. Ja, ja. Nu ben je 2 jaar verder en 8 seizoenen verder. Kijk eens terug, wat heeft het jou gebracht? Wat heeft het jou persoonlijk opgeleverd, die serie? Wat heeft het mij gebracht? Het heeft mij gebracht dat je nu ineens een bekende Nederlander bent. Het heeft mij gebracht dat ik heel veel fans heb. Ja, dat is gewoon leuk. Er zijn zoveel jongens, meiden, ook oudere dames, heren die zo fan zijn. Dat ze zo blij zijn als ze even met je op de foto mogen. Ja. Dan denk ik, ja, het is eigenlijk heel simpel. Een fotootje, klik en die mensen hebben de dag van hun leven. Ja. Dan denk ik, ja, ik vind dat gewoon een fijn gevoel om mensen dat te kunnen geven. Ja, ja. Ja. Ja, is het altijd leuk om bekend te zijn? Of zou je het ook wel eens willen uitschakelen? Nou ja, ik schakel het wel eens uit voor mezelf. Natuurlijk, als er zoiets negatiefs of zo op het nieuws komt of wat dan ook, dan schakel ik het gewoon uit. Dan, ik lees niks en dat doe ik sowieso nooit. Ik lees niks. Je bedoelt reacties op social media of zo? Nee, reacties niet. En ook geen stukken die geschreven worden in de krant die negatief zijn, waar we zelf niet aan meegewerkt hebben of wat dan ook. Of boekjes of dat soort, dat lees ik allemaal niet. Nee, dat is ook het verstandigste, denk ik. Ja, want het heeft ook helemaal geen zin. Opgewekt te houden, ja. 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 Zitten er nadelen aan het bekend zijn? Nee, voor mij nu in principe niet. Nee. Het is eigenlijk alleen maar leuk. Ja, ja. Voor onszelf wel. Als je gewoon heel dicht bij jezelf blijft, dan blijft het ook leuk om te doen. Heb je voor jezelf een stip aan de horizon gezet dat je zegt van, goh, we doen misschien nog 2 seizoenen of misschien nog 1 seizoen en dan stoppen we er ook een keer mee? Is het woord stoppen alles gevallen? Of nee, is het einde nog niet in zicht? We hebben zoiets van, nou, als er geen kijkers meer zijn, dan stoppen we ermee. Dat sowieso. En zolang mensen het leuk vinden en wij vinden het nog steeds leuk en SBS vindt het nog leuk, dan denk ik dat we nog wel even doorgaan. Ja. Maar we weten het niet. We zien het altijd wel. Heb jij ambities om op een andere manier ook nog op televisie te zijn? Zou je willen acteren, presenteren? Kun je zingen? Nee. Nee, en daar heb ik ook helemaal geen tijd voor. Nee, nee, nee. Nee, nee, ik heb 4 kinderen. Ik heb ook nog 3 banen, zeg maar, er langs af. Dus nee. Ja. Absoluut heb ik daar geen tijd voor en ook geen zin in. Nee, oké. Nee. 4 kinderen zeg je, ja. Dat is bekend, die komen niet voor in de serie. Nee. Dus de kijker ziet ze niet. Waarom is dat? Nou ja, bekende Nederlander zijn, dat is natuurlijk een keuze. Die moet je kunnen maken als een volwassen iemand, daar moet je een bewuste keuze mee maken. En mijn kinderen zijn alle 4 nog niet volwassen. Dus die kunnen die bewuste keuze zelf nog niet maken en ik maak die keuze niet voor hun. Okay. Als ze direct volwassen genoeg zijn, dan kunnen ze daar de keuze zelf in maken. Ja. Wat ze willen. Ja. Willen ze wel bekend zijn, willen ze dat niet, moeten ze zelf weten. Oké. De bekende Peter Gillis, hoofdpersoon van de serie zou je bijna kunnen zeggen, is niet de vader van die 4 kinderen. Nee. Die heb je gekregen met je ex-partner. Ja. Heb je goed contact met je ex-partner over de kinderen en over het reilen en zeilen? Nou, eigenlijk niet. We hebben gewoon een co-ouderschap, maar daarin hebben we gewoon een parallel ouderschap, noemen ze dat. Dat betekent, ik bemoei me eigenlijk niet met hem en hij niet met mij. Mm-hmm. Hij, nee. Eigenlijk alleen als er echt iets ernstigs aan de hand is met de kinderen, dan spreken we elkaar en voor de rest nooit. Nee, oké. Er is geen vriendschap overgebleven uit die relatie. Nee. Is dit op een vervelende manier afgelopen? Waarom zijn jullie uit elkaar gegaan? Ja, dat is een hele vervelende manier is het afgelopen. Wij zijn eigenlijk heel vervelend huwelijk gehad met hem. Zo kan ik het eigenlijk wel noemen. Heel vervelend huwelijk gehad. Okay.
wil ik verder ook niet in detail treden, maar wel, wel een heel vervelend huwelijk gehad. Ja. En daaruit mijn kinderen wel ook beschadigd zijn en zo. Okay. Daarin. En ik zelf ook. Die hebben veel meegekregen van ruzies of strijd tussen jullie? Of, ja. 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 Oké. Okay. Hoe oud zijn je kinderen? Ze zijn 7, 6, 4 en 11. Ja. Ja, die van 11 allemaal... is altijd bij mij. Die is altijd bij jou? Ja. Oké. Okay. En de andere drie afwisselend? De andere drie hebben co-ouderschap mee. Ja. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Om dat te splitsen? Omdat de oudste, mijn ex-partner, daar de papa niet van is. Ah, oké. Okay. Dus die... Ja. Die heeft geen papa en die blijft lekker bij ons. Ja. Ja, die heeft wel een papa, die heeft Peter. Ja. Want die heeft hij echt vanaf het begin af aan... bijna 5 jaar geleden onze relatie startte, is er echt vanaf het begin af aan 2 handen op 1 buik. En dat gaat heel goed. Oké. Okay. Ja. Want de biologische vader van jouw oudste zoon is het, hè? Ja. Die is niet in beeld? Of, nee, of die is overleden. Die is overleden, oké. Okay. Ja. Okay. Lang geleden al? Of, ja, lang geleden. Oké. Okay. Dus hij heeft dat zelf ook niet meegekregen. Hij weet het wel, maar hij, als hij overleden is, dan... Hij heeft hem nooit echt gekend ook? Nee. Want hoe oud was hij toen die overleed? Ik was zwanger 6 weken. Oh, je was in verwachting? Oké. Okay. Ja. Oh, en toen is hij ongeluk of wat? Nee, een longembolie. Oké, longembolie. Ja, dus zomaar ineens kan iedereen overkomen. Ja. Heftig. Dus maar jullie waren nog gewoon samen dus? Ja, ja, ja. Zeker. Jeetje, je hebt ook al wat meegemaakt. Ja, ik heb een hele rugzak. Daarom zeggen ze ook wel eens van een vrouw van 32, wat moet je nou met een man van 60? Ja. Mm-hmm. Nou ja, ik ben in mijn hoofd natuurlijk geen 32. Ik heb een hele rugzak. Ik heb van alles meegemaakt. Ja. Jeetje. Dat wist ik niet. Ja. En wat deed dat op dat moment met je, dat jouw toenmalige vriend overleed? Ja, dat overleed? Was natuurlijk psychologisch een heel ding. Ik was natuurlijk ook nog zwanger, dus daar heb je ook nog van allerlei hormonen die meespelen. Ja, ja, dat was een hele andere wereld, zeg maar. Dat moet hartverscheurend zijn geweest. Ja, zeker. Want eerst die blijdschap dat je in verwachting bent. Ja. Heeft hij dat wel... Ja, twee dagen wist hij het. 2 dagen wist hij het, ja. Jullie samen. Ja. En toen overleed hij. En toen overleed hij. En toen was hij ook ineens weg. Wat spoel, weg. Heel snel gegaan. Ja, want hij is 's nachts langs mijn bed heeft hij een longembolie gehad. En ik merkte dat er iets mis was, dus ik heb de ambulance gebeld. Ik ben naar buiten gestuurd, want daar kun je niet bij blijven als ze daarmee bezig zijn. En een uur later kwamen ze naar buiten om te vertellen dat hij overleden was. Nee, dat meen je niet. Ja. Wat was je eerste reactie? Hoe reageerde je? Ja, nee, ik wou naar binnen, ik wilde daar naartoe, ik geloof het niet. Ik zeg, dat kan niet. Ja, nee, natuurlijk niet. Je wil dat niet geloven. Maar dan op een gegeven moment dan hebben ze alles opgeruimd en zo. En dan mag je naar binnen gaan kijken en dan hebben ze dat netjes allemaal neergelegd. En dan is het toch wel even een klap. Krijsen, gillen, schreeuwen? Nee, niet krijsen, gillen, schreeuwen, wel huilen. Maar eigenlijk meer gewoon ergens denken dat je in een andere wereld zit. Dat je in een droom zit en dat je zo wakker kunt worden. Of, Je gelooft het niet. Je realiseert het je niet. Nee. Wat moet dat voor zwangerschap dan geweest zijn, Nicole? Als je bent 9 maanden zwanger en na 6 weken gebeurt zoiets. Kun je een beeld schetsen hoe dat voor jou geweest is? Ja, veel uit het ziekenhuis, psychologen. Dat is eigenlijk geen zwangerschap dan op dat moment. Je bent niet eens bezig met zwanger zijn. Je bent wel bezig met zwanger zijn, want je bent zwanger en je moet wel. Maar je bent zo ook bezig met verwerken van je eigen leed en je verdriet dat je... Het zijn eigenlijk 2 werelden die je aan elkaar moet plakken. Je was nog maar 20, denk ik. 19. Toen? 19. Dus je bent jong, nog onervaren. De wereld ligt nog aan je voeten. Je eerste zwangerschap, je bent blij. Je hebt het gedeeld met elkaar. Ja. En dan stort je wereld volledig in eigenlijk. Ja, ik was... Nee, ik was net 20. Jeetje. En wat is het moment geweest dat je oudste zoontje oud genoeg was om te vertellen hoe dat is gegaan? Hoe oud was je toen? Nou, ik heb nog niet precies verteld hoe het gegaan is aan hem. Daar vind ik hem nog steeds niet oud genoeg voor. Okay. Hij stelt wel eens ooit vragen van hoe het dan gaat of hoe het dan gebeurd is. Maar hij heeft daar eigenlijk op dit moment nog heel weinig interesse voor. Hij is nog heel speels en hij is nog niet echt oud genoeg om dat soort verhalen te begrijpen. Hij weet wel dat hij overleden is. Dan was hij 6, denk ik. Ongeveer. Toen was wel het moment om te gaan vertellen van papa is er niet meer.
En die is overleden toen mama zwanger was. Nou, dat weet hij wel. Ja. Hij heeft niet het hele verhaal. Nee. Nee. Dat verhaal dat krijgt hij nog wel een keer als hij echt volwassen genoeg is om te begrijpen wat er gebeurd is. Ja. Want ik wil ook niet dat hij daar een traumatische ervaring van overhoudt of zoiets. Hij moet wel kunnen begrijpen dat dat bij iedereen kan gebeuren. Ja. En dat het niet is omdat er iets in de familie zit of wat dan ook, dat hij daar dat op zichzelf gaat betrekken. Want dat wil ik ook niet. Lijkt hij veel op zijn vader, vind je? Ja. Ja. Qua, wat voor opzicht? Qua trekjes en qua doen en qua gezichtsuitdrukkingen. Ja, zeker. Oké. Okay. Lijkt me gek dat hij nooit zal weten wat voor vader die zou hebben gehad. Nee, ja. Als hij met hem ging voetballen of met hem, ja. Nee, lijkt me dat is inderdaad. Ja. Joh, dus jij hebt al heel wat meegemaakt, Nicole. Ja. Dat is, ik vind het voor de verdieping van dit gesprek ook wel mooi dat je erover praat. Het zijn toch dingen die mensen misschien niet van je weten. Nee, ja. Er zijn inderdaad heel veel mensen die dat niet weten. Ja. Maar voor mij is het ook prima. Ik hoef dat ook niet aan iedereen te laten weten. Nee. Ik vind het wel belangrijk om mijn zoon daar nog voor te beschermen. Ja. 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 Jij zei net, Peter is als een vader voor hem. Ja. Jullie zijn 5 jaar samen. Hij is 11, dus hij is al een heel groot deel, bijna de helft van zijn leven, met Peter als vaderfiguur. Ja. Wat voor soort vaderfiguur is Peter voor hem? Peter is wel streng, maar hij krijgt alles voor elkaar met Peter. Echt alles. Hij krijgt alles voor elkaar. Dan krijgt hij het van mij niet voor elkaar. En dan komt hij naar buiten of zo, als we hier buiten zitten. Of we zitten binnen op de bank en dan komt hij erbij zitten. En dan zit hij een beetje te mokken. En dan zegt Peter van, ja, wat is er nou aan de hand? Ja, ik wilde eigenlijk heel graag gaan spelen daar en daar dit weekend. Bij JumpXL, daar gaat hij heel graag naartoe. Bijvoorbeeld zo'n trampolinepark. Ja. Daar gaat hij heel graag naartoe en dan zegt, ja, nee, dit weekend heb ik daar geen zin in, hoor jongen, daar ga ik niet mee naartoe. En dan, maar dat wilde ik toch eigenlijk heel graag. En dan, oh ja, maar dan ga ik toch met jou mee, jongen. Dan krijg je bij Peter dan toch wel weer voor elkaar. Fantastisch. Dan denk ik ook bij mezelf van, ja, oké. Okay. Ja, ja, nou ja, maar mooi toch? Dat, wel dat vaak dat in de minderheid, zeg maar. Ja, maar daarmee laat Peter ook zien dat hij liefde koestert. Oh ja, zeker, zoon, zeker. Ja. Maar die gaan ook heel vaak met z'n tweeën even mannendag en dan zijn ze met z'n tweeën weg en dan gaan ze ergens zwemmen of weet ik veel, naar de bioscoop of ergens eten, een frietje of zoiets. Wat leuk. Ja. Wat leuk. Hoe heet je trouwens, jouw zoontje? Keanu. Cool. Als wij met ons gezinnetje een langere autoreis maken, dan zitten mijn zoontjes achterin. En het gaat het eerste half uurtje altijd prima, maar op een gegeven moment wordt het vervelend. En dan is het ruzie, slaan. Dus wij bedenken onderweg altijd spelletjes om de kinderen een beetje bezig te houden. En nou dacht ik, ja, ik ben bij de vrouw van een vakantieparkengoeroe op bezoek. Dus ik moet het vakantiespelletje eigenlijk even met je spelen. Ja. En je kent het vast misschien nog wel van vroeger. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Ja. En dan noem ik een voorwerp. En dan jij en dan ik. En dan op een gegeven moment stranden we, want dan weet je het niet meer. Ja, dan weet je het niet meer. Maar het is een soort wedstrijdje. Ik ben er niet zo goed in. Maar wil je het met me doen? Ja hoor. Ik ga op vakantie en ik neem mee een paar roze badslippers. Ik ga op vakantie en ik neem mee een paar roze badslippers en Coco. Ik ga op vakantie en ik neem mee een paar roze badslippers, Coco en de bureaustoel van Inge. Ik ga op vakantie en ik neem mee een paar roze badslippers, Coco, de bureaustoel van Inge. En een opblaasbare krokodil. Ik ga op vakantie, ik neem mee een paar roze badslippers, Coco, de bureaustoel van Inge, een opblaasbare krokodil en het gereedschapskistje van Ruud. Ik ga op vakantie en ik neem mee een paar roze badslippers, Coco, de bureaustoel van Inge, een opblaasbare krokodil, het gereedschapskistje van Ruud en de motorjas van Peter. Poeh. Ik ga op vakantie, ik neem mee een paar roze badslippers, Coco, de bureaustoel van Inge, een opblaasbare krokodil, het gereedschapskistje van Ruud, het motorjack van Peter en jullie camper. Ik ga op vakantie en ik neem mee een paar roze badslippers, Coco, de bureaustoel van Inge, het gereedschapskistje. Opblaasbare krokodil. Oeh, bijna! Bijna. Het gereedschapskistje van Ruud. Het. Nee. Nee. De bureaustoel van Inge. En daarna was jij. Ja.
Opblaasbare koeken. Ja, oh, je zei wel. Ja. Oh, sorry. Ja. Dan het geest, ja, goed. Ja, ja. Oké. Okay. En dan het motorjack van Peter. Nee, dat klopt ook niet. Nee, dat klopt niet. Ook niet. Nee. Jawel, jawel, die was van jou. Jawel, jawel. God, zit er gaan we al, zie. Ja. Sorry, man. Ja, ja, die was wel van mij. Ja, gaat echt winnen, denk ik. Even kijken, het motorjack van Peter. Ja. En toen hadden we van jou onze camper. Ja. En dan ben jij weer. En ik neem dan nog mee een paars zwemvest. Ik voel dat we bijna gaan stranden ergens. Ik ga op vakantie, ik neem mee. Een paar roze badslippers. Coco. De bureaustoel van Inge. Een opblaasbare krokodil. Het gereedschapskistje van Ruud. Het motorjack van Peter. Jullie camper. Een paar zwemvest. En het allersmerigste luchtje uit de badkamerkast. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Als je het zat met, moet je het zeggen, hè? Heb ik gewoon gewonnen. Roze badslippers. Coco, de bureaustoel van Inge. Een opblaasbare krokodil. Het gereedschapskistje van Ruud. Het motorjack van Peter. Onze camper. Een paar zwemvest. En het allersmerigste luchtje uit de badkamer. En een bos zonnebloemen. Ik ga op vakantie in en mee een paar roze badslippers, Coco, de bureaustoel van Inge, een opblaasbare krokodil, het gereedschapskistje van Ruud, het motorjack van Peter, jullie camper, en een paar zwemvest, het allersmeerste luchtje uit de badkamer. Oh shit, wat zei je nou als laatste? Shit. Zo gefocust op het hele riedeltje. Ja. Ik weet niet meer, man. Wat je als laatste een zei. Een bos zonnebloemen. Fuck. Nee, ga ik. Je hebt gewonnen. Je hebt gewonnen. Als je dit leuk vindt, dit kun je overal doen. Kinderen bezighouden, echt. Je bent zeker in ieder geval weer een kwartier verder in de auto onderweg. Ja, heb je dat eens gedaan met je kids? Ja, 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 ja. We doen altijd ook onderweg. Ik zie niet wat jij niet ziet. Ja, die doet het ook altijd goed. En de kleur is, mijn oud-jongste zoontje, die is 4. En die zat in de auto en hij was aan de beurt. En hij zei, mama, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is een boom. Dat is leuk. Echt waar, ja. Die is zo grappig. Ja. Ja. Maar ik doe het inderdaad altijd met de kinderen in de auto. Spelletjes onderweg. Ja. Ja. Je hebt goed geheugen. Ja. Je hebt goed geheugen. Keurig. Leuk. Dankjewel. Yes. Andersom geldt het ook, want met de relatie die je kreeg met Peter, kreeg jij er ook 3 kinderen bij. Ja. Die zijn eigenlijk van jouw leeftijd ook zo'n beetje. Ja, klopt. Wat voor soort stiefmoeder ben jij voor Mark en Ruud en Inge? Nou, ik zie me eigenlijk niet als stiefmoeder. Okay. Zo zie ik me eigenlijk absoluut niet. Meer als ja, gewoon vriendin de vriendin van papa. En ja, we kunnen goed met elkaar overweg. Met Mark heb ik vooral veel ook zakelijk te maken. Zakelijk kunnen we nog wel eens tegen elkaar uitvallen of snauwen of tekeer gaan. Maar ja, nee, privé is dat natuurlijk helemaal niet zo. Okay. Ik kan heel goed met Mark opschieten en met Inge en Ruud ook. Daar heb ik zakelijk wel minder mee te maken. Op wat voor manier kruisen jullie paden zakelijk van Mark en van jou? Op wat voor manier? Ik doe eigenlijk van alle caravans en alle chalets en huizen en alles wat wij hebben, daar doe ik de inrichting van. Dus dat wil zeggen de stoffen van de bankstellen, de gordijnen. Als er nieuwe lampen moeten komen, dat zoek ik uit. Als er nieuwe kleuren geschilderd moeten worden binnen, dan zoek ik dat uit. Ja. En dat is dan, ja, Mark's gedeelte is natuurlijk op het park aansturen. Wie het gaat schilderen, wie het gaat doen, wie gaat het allemaal doen. En mijn gedeelte is dan de kleuren uitkiezen, de inrichtingen uitkiezen. En daar kruist het dan de paden elkaar. Ja. 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 Grappig, ik ben trouwe kijker van de serie overigens. Ik heb een beetje ontwikkeling bij Mark gezien. In het begin werd echt in beeld gebracht dat Peter is natuurlijk nogal van de details. Ja. Als hij ergens in een toiletgebouw staat en er zijn 4 deurknoppen van roestvrij staal en 1 deurknop is van plastic, dan zegt Peter van waarom is die ene deurknop nou van kunststof? Ga die eens vervangen voor roestvrij staal. Nou, ik noem even een voorbeeldje. Hè? Over detail. In het begin zag je dat bij Mark niet of nauwelijks. En nu toch zitten we in seizoen 8.
merk ik toch ook dat Mark al, als hij in beeld wordt gebracht met werkzaamheden, dat hij ook steeds scherper wordt. Een beetje meer op Peter begint te lijken misschien. Maar ook zakelijk gezien, qua aansturing, toch een wat stevigere vinger in de pap heeft. Merk jij dat ook, die ontwikkeling van hem? Mark is er wel vanaf het begin af aan wel, eigenlijk al dat ik hem ken, best wel ook een pittige persoonlijkheid, net als Peter. Die zegt ook gewoon meteen waar het op staat en daar wint hij geen doekjes om. Wat hij wel geleerd heeft in de afgelopen jaren, is denk ik naar mensen luisteren. Gewoon naar mensen luisteren. Mm-hmm. Luister rond op het park. Iedereen komt je alles vertellen. Ze komen je toch wel vertellen, in dat toiletgebouw is dat niet goed. Dat komen ze toch vertellen tegen je. Ja. En dat, ja, Mark die had eerst zoiets van, ach ja, maar dat zal wel. Ja. Maar dat heeft hij wel geleerd, om naar mensen te luisteren. En dan kom je toch een stuk verder, want mensen vertellen je alles. Ja. 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 Dus luisteren en dan daarnaar handelen. En daarnaar dan, handelen, ja. Nog even terug naar de serie. Zijn er dingen die jullie niet in beeld brengen of waarvan jullie zeggen, daar willen we niet mee gefilmd worden of dat stukje houden we voor onszelf of zien we alles als kijker? Nee, het hele gedeelte eigenlijk met mijn kinderen. Ja. Ik ben natuurlijk gewoon fulltime moeder. Ik ben altijd dagelijks bezig hier met het huishouden, met de kids naar school brengen, broodtrommeltjes maken. Ja, dat zie je natuurlijk allemaal helemaal niet. Mm-hmm. Dat houden we er helemaal buiten. Ja. Voor de rest denk ik dat er weinig is wat we privé houden. Ja. Je zou zomaar eens kunnen denken dat doordat je dat niet zien van jou, hoe jij eigenlijk moeder bent voor jouw vier jonge kinderen, dat mensen een beetje een vertekend beeld van jou hebben. Want we zien jou niet als liefdallige moeder die met de kindjes knuffelt en broodjes voor ze smeert en ze uit school haalt misschien. Dat stukje zien we niet. Dus hebben wij wel een goed beeld van jou dan? Nou ja, dat denk ik niet. Maar waarom? Ja, mij interesseert het eigenlijk niet zo heel veel. Want mij maakt het niet uit wat de buurvrouw over mij denkt. Nee. Want ik weet heel goed wie ik zelf ben. En de mensen om me heen weten ook hoe ik ben. Ze weten hoe ik in elkaar zit. Ze weten dat ik zakelijk heel hard ben. En ze weten dat ik gewoon privé als persoon een heel lief en aardig en een heel zacht persoon ben. Mm-hmm. En ja, voor mij is dat voldoende. Ja. Voor mij maakt het niet uit wat mensen rondom denken. Of mensen die naar de serie kijken, dat ze denken, oh, dat is een bitch die Nicole. Ja, dat interesseert me gewoon niet. Nee. Dus wat de mening van anderen doet het niet zoveel toe. Je staat stevig genoeg in je schoenen om dat naast je neer te leggen. Snap ik. Maar ik zou me toch kunnen voorstellen dat mensen niet een helemaal compleet beeld van jou hebben. Want we zien je niet als moeder. Hebben ze ook niet. Maar goed, niet belangrijk. Nee, niet belangrijk. Dat moedergevoel, hè? Kwam dat, want je zegt, je bent niet echt een stiefmoeder voor Mark, Inge en Ruud. De kinderen van Peter. Kwam dat moedergevoel wel een beetje naar voren toen Mark zo bruut is overvallen en in elkaar is geslagen? En, zeker. Hoe hoorde je het? Laat me dat eens vragen. We lagen s'nachts in bed en toen werd gebeld dat Mark overvallen was. En toen zijn we meteen in de auto gesprongen en daar naartoe gegaan. Ja. En als je dan Mark daar ziet, dan denk je, ja, godverdomme, blijf met je poten van mijn kind af. Want dit kan echt niet zo. Dan komt je moedergevoel wel naar boven. Ja. Dan is het wel ineens je kind, hoor. Ik voel me eigenlijk niet dagelijks zo in het leven een stiefmoeder. Want dat echt ervoor zorgen of wat dan ook, dat doe ik niet. Nee. Maar als de kids hier zijn, van Peter en Mark is hier, dan maak ik wel soep voor ze en broodjes en dat soort dingen. Dat doe ik dan wel. Dat is dan ook wel een beetje moeder zijn. Maar ja, zo voel ik mezelf dan niet, omdat ze bijna net zo oud zijn als mij, denk ik. Maar goed, als iemand daar in elkaar geslagen op de grond dan ligt... Dan wel. Wat ging er in je om? Waar zijn ze? Wie heeft dit gedaan? Waar zijn ze? Ik maak ze af. Ja. Ja, dat is het enige wat door je heen gaat. Ja. Ja. Dus één verdachte voorgeleid, niet al te lang geleden. Die was overigens niet aanwezig op de zitting. Jullie hadden hem wel graag even in zijn gezicht willen kijken wat dat nou voor type was. Ja. Die was er niet. Nee. Mark en Peter waren daar wel. Er zijn meer verdachten aangehouden? Ja, er zijn meerdere verdachten aangehouden inderdaad. Er zijn in totaal 3 verdachten aangehouden, waarvan 1 vrijgelaten is, maar 2 nog vastzitten. Ja. Denk je dat ze de goede te pakken hebben? Wat zegt je gevoel? Ja, ik neem aan van wel. Ja. Ik neem aan van wel. Ik neem aan dat ze daar bij de recherche wel goed hun werk doen. Ja. Ik denk dat ze dat wel kunnen. Ja. En voelt dat goed? Dat er in ieder geval, want heel veel van dit soort dingen worden niet opgelost. Wordt nooit iemand gepakt. Goed. Ik kan me voorstellen dat het een soort berusting geeft van oké, we hebben ze. Ja, het voelt zeker goed. Maar ook de media-aandacht eromheen.
dat voelt ook goed. Dat er zoveel programma's en zoveel boekjes en zoveel dingen allemaal erop bovenop zitten. Ja. En ook toen het gebeurde, toen, ja, dat ze er zo bovenop zitten dat het eigenlijk... Ja, de volgende die dan denkt van, oh, we zullen eens een keer bij familie Gillis gaan kijken of er wat te halen valt. Er valt niks te halen, dus... Maar als ze dat gaan denken, dan zullen ze nog wel 3 keer nadenken voordat ze het gaan doen. Want er is zoveel media-aandacht over geweest. Ja. Ja, dat je eigenlijk gewoon er niet meer aan ontkomt om gepakt te worden. Die media-aandacht die je noemt, ja, we kunnen er niet omheen. Die is gigantisch. Er is heel veel aandacht voor jullie hele gezin. Ja. Hoe komt dat, denk je? Waarom is dat zo interessant? Elke scheet die jullie laten is nieuws. Hoe komt dat? Geen idee. Ik denk, we hebben ook gewoon heel veel fans. En ja, wij doen altijd wel aan van allerlei dingen mee wat we prima vinden. Bijvoorbeeld RTL Boulevard of een keer aan Show News of zoiets. Daar doen we wel een keer aan mee. En dat vinden de mensen achter de schermen vinden dat natuurlijk ook leuk. Ja. En daardoor krijg je een soort van opbouwing van twee kanten. Je hebt heel veel fans, die willen van alles over je weten. Dat zien ze natuurlijk ook aan de kliks die zo'n videootje of wat dan ook krijgt. Ja. Ja, dan denken ze van, hé, daar krijgen we veel kliks op, dus dat moeten we vaker doen. Ja, nou, zo werkt dat voor ons ook. Ik schrijf voor 10 titels. Dat werkt voor ons natuurlijk ook. Hè. Wij gaan nu 8 pagina's panorama maken en 2 pagina's party. Ja, ook omdat jij heel interessant bent voor heel veel van onze lezers. Ja. Dus ja, zo werkt dat ook een beetje. Maar ik kan me voorstellen dat je wel eens zegt van, ik zou het wel eens willen uitschakelen. Er is veel nieuws over jullie dit jaar. Ik zal zo meteen even een paar van die vaatjes even langs fietsen. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt van, ook nu even niet of zo. Ja, als ik dat denk, dan ga ik op de bank zitten, lekker met een dekentje, met Netflix aan. En dan koffietje erbij. En dan denk ik bij mezelf, telefoon ergens aan de kant. Dan kan je het ook vrij snel naast je neerleggen. Ja. Jij bent wel een sterk karakter. Ja, ik ben een heel sterk persoon, ja. Komt dat moet ook wel. Waarom? Als je naast een man zoals Peter wil staan, moet dat. Zeker. Zeker. Peter is natuurlijk ook, die heeft ook een krachtig karakter. Ja, daar moet je wel tegenin kunnen gaan. Heb je hem nog een beetje onder de duim? Ja, zeker. Nee, ja, nee. We hoeven elkaar niet onder de duim te doen. Nee, oké, maar jullie zijn wel tegen elkaar opgewassen. Jij laat hem niet over je heen lopen. Nee, absoluut niet. Nee, mooi. Een van die dingen die in de media is geweest was de hoge boete die Peter zakelijk gezien kreeg. €250.000. Ja, het was geen boete. Ik ben ook door de gemeente die dat heeft uitgeschreven ook even op de vingers getikt. Want ik had er een keer iets over geschreven. En het bleek een... God, hoe heet het nou ook alweer? Ik ben het vergeten. Het was geen boete, maar het was een... Zoek hem op, wil ik af zijn. Die €250.000... Ook heel veel ophef weer. Peter moest het betalen. De betalingstermijn verliep. Hij had het niet betaald. Ook weer nieuws. Hoe kijk jij daarnaar? Blijf je daar een beetje buiten? Of nou, blijf ik inderdaad helemaal fijn met mijn handjes vanaf. Ja. Dat heeft ook niks met mij te maken. Ik doe eigenlijk alleen voor het bedrijf waar Peter dus echt dagelijks mee bezig is. Oostappen doe ik echt alleen de inrichting en de kleurtjes en dat soort dingen. Ja. Want omdat ik daar goed in ben. Mm-hmm. En voor de rest leid ik een ander bedrijf van Peter in vastgoed. En dat is mijn tak. Ja. En daar bemoei ik mezelf mee. En nee. Peter bemoeit zich niet met mij en ik bemoei mezelf daar niet met Peter mee. Kijk, natuurlijk privé hebben we er wel eens over, ja, hè? Dit of dat, daar wordt wel eens wat gezegd. Maar ja, verder rest ga ik daar niet mee mezelf bemoeien met uitspraken of nee. Nee, doe ik niet. Hij moest dat bedrag van €250.000 betalen omdat er immigranten op een vakantiepark van jullie zouden hebben gezeten. Waren die er ook echt? Of? Ik heb geen idee. Nee. Ik heb echt geen idee. Nee, oké. Okay. Dat bespreken jullie niet? Nee. Is dat van invloed op de sfeer thuis ook? Als er zo'n hoge geldbedrag wordt uitgeschreven wat je moet betalen, is toch hartstikke veel geld? Nee. Neemt hij dat mee naar huis in een rotsfeer? Of, nee. Hij laat dat altijd achter op kantoor of ergens. Ja. Hij moet wel eens ooit telefoontjes plegen als hij thuis is, over zakelijke dingen natuurlijk. Ja. Maar ja, ik blijf daar altijd gewoon buiten en hij bemoeit mij daar ook niet mee om, denk ik, ook mij daar niet mee te belasten. Duidelijk. Nicole, we hadden het over jouw erotische webshop en jouw winkeltje. Hou je van spelletjes? Ja hoor. Ik zie dat je van alles mee hebt gebracht. Let's talk about sex, baby. Ik heb wat voorwerpen bij me. En die hebben allemaal een relatie met seks. Oké. Maar het is het spelletje dat jij moet raden wat de relatie is en waarom. Oh ja. We beginnen even makkelijk. Een banaan. Wat denk je dat er
relatie is met seks? Ik denk dat omdat het op een dildo lijkt. Ja, ja, dat zou zomaar eens kunnen. Ja. Heb jij zelf een breed assortiment aan speeltjes in jouw slaapkamer? Nee. Oké. Okay. Weinig. Oké. Okay. Je gebruikt je eigen artikelen veel of weinig? Nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. Maar je moet toch... Lingerie wel. Lingerie vind ik leuk. En ja. Voor de rest, seksartikelen heb ik nog niet nodig. Ik denk dat het meer is als mensen langer in een relatie zitten. Ja, ja, oké. Okay. Okay. Maar nou, goed. Ik denk... Dat was inderdaad ook mijn associatie ermee. Okay. Gaan we een beetje opschalen? Ja, ik denk dat dit een grotere deel door is. Nee, nee. Ik had een vraag over penislengte. Want ja, je hebt penissen in alle soorten en maten. Ja. Is het belangrijk hoe groot het wapen is van de man? Ja, ik ben van mening van wel. Waarom? Ik denk het wel. Ik denk dat als het veel te klein is, dat het niet doet wat het moet doen. Oké. Okay. Ja. Dat denk ik. Oké. Okay. Nou, ik denk dat het wel belangrijk is. Ja. Maar goed, de grotere deel door dus. Mooi, prima. Ja, Meloene. Ja. Je houdt jezelf al ervoor. Nou ja, ik denk, maak het je makkelijk. Wat is de associatie? Ja, borsten. Ja, ja. Leuk hè, hoe fruit afvraagd kan oproepen bij mensen. Is het, heb jij borsten van jezelf of heb je ze een beetje geholpen? Ik heb ze een beetje geholpen. Ze waren eerst wel van mezelf, maar ja. Na 4 kinderen waren ze zeg maar niks meer. Ja. Dus ik heb ze wel even moeten helpen. Ja. Ja, dit is een beetje panorama hè. Panorama is een mannenblad, dus ja. We gaan even een beetje... Mag ik vragen wat jouw cupmaat is? 70G. Oké. Okay. Ja, dat is een flinke... Flinke investering geweest. Flinke cupmaat, ja. Welke cupmaat is dit, denk je? Ja, ik denk... Wat zou het zijn? Ik denk... Jij bent expert. Ik denk H of zo. Echt? Ja. Zo groot? Ja, wel groter van, ja. Joh. Oké. Okay. Hey, doosje aardbeien? Aardbeien. Wat is de associatie met seks, denk je? Ik denk aardbeien, weet ik niet, aan elkaar voeren misschien of zoiets. In romantische films zie je dat altijd toch? Dat, ja. Het liefdespel begint altijd met aardbeien. Met aardbeien. Ja. Vind je het zelf een erotische vrucht, een stuk fruit? Nee. Heb je er associaties met seks bij? Nee. 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 Zover gaat de romantiek niet dat jullie elkaar aardbeien voeren in de slaapkamer. Nee. 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 Oké, okay. Gaat die weg. Nou, Nicole. Dat is een kont. Ja! Ja. Wauw, man. Nou, daar had ik nooit gedacht dat je die zou raden. Jawel. Ja, jawel. Dat is een kont, ja. Door die naten in midden natuurlijk. Het, ja. Heb jij zelf ook een persik huidje? Ben je zacht? Ja. Daar doe ik wel mijn best voor. Ja, wat doe je? Wat kun je daar aan doen? Crampjes smeren, je huid goed verzorgen, goed scrubben. Ja. Gewoon zorgen dat je huid gezond is. Ja. Ik heb van allerlei crampjes een heel breed assortiment en scrubjes en van alles. Dus, ja. En daardoor heb jij een persik huidje. Ja. Een van de dingen die ook dit jaar in het nieuws kwam, was dat jij zou zijn vreemd gegaan. Het kwam ook ineens als een nieuwsfeitje omhoog. Heel Nederland dook daar ook weer bovenop. Allemaal weer berichtjes. Wat was dat voor iets? Ja, dat is. Ik heb een gay best friend. En, mijn gay best friend die kust mij altijd op mijn mond. Nou, dat had Peter al een keer tegen mij gezegd. Doe dat nou niet meer. Ja. Want anders dan hebben we daar dadelijk een keer gezeur mee. Nou ja, ik zeg ja, maar ik ga niet mezelf veranderen omdat de media dat wil. Dat doe ik niet. Dus dat gebeurde dus met carnaval. We waren samen op stap, Peter en ik. En we komen mijn gay bestie tegen en die kust me recht op mijn mond. Iemand maakt er een foto van en die stuurt dat in naar alle bladen die maar bestonden. Dit maar willen hebben, ja precies. Ja. Dus daar komt dat vandaan. Ben jij vaker in verleiding gekomen nu je bekend bent? Er zullen mannen zijn die jou interessant vinden, je ziet er leuk uit. Nee. Kom je vaak in verleidelijke omstandigheden dat je denkt van poeh, dat ging me net goed. Nee, eigenlijk niet. Oké, okay. Eigenlijk niet. Helemaal niet. Oké. Okay. Nee. Ik ben eigenlijk altijd samen met Peter. Peter en ik, wij gaan altijd samen van alles doen. Als Peter moet werken en ik heb niks te doen die dag, dan rijd ik gewoon met hem mee. Ja. Over de gezelligheid. En hier met de kids ben ik druk bezig. En voor de rest, we hebben gewoon een gezinsleven. En hetzelfde als een normaal gezinsleven wat bij iemand afspeelt hier 2-3 huizen verder. Ja. Zo'n gezinsleven hebben wij ook gewoon. We werken allebei.
We hebben hier kids thuis. Die mensen komen ook niet in de verleiding of wat dan ook. Dat is bij mij precies hetzelfde. Ik hoor eigenlijk, jij komt niet vaak op plekken waar verleiding is. Je gaat niet op stap met vriendinnen. Je hangt niet tot in de kleine uurtjes dronken in kroegen. Eigenlijk nooit. Nee. En als we een keer naar de kroeg gaan, dan gaan Peter en ik samen naar de kroeg. Mm-hmm. Dat is altijd hetzelfde café, Stamcafé De Engel in Asten. Daar gaan we altijd naartoe. Ja. En ja, dan gaan we samen. Ja. Dan drinken we samen een borrel en dan daarna zijn we weer weg, samen. Ja. Ja. Gebeurt dan ook niet dat we apart van elkaar gaan of zo. Nee. Er zou ook nog iets zijn geweest met die zanger, Ferry de Lits. Ja, die heeft een selfie met mij gemaakt. En dan was het dan mijn nieuwe vriend. Ja. Ineens, ja. Een selfie op Instagram wordt geplaatst. En ja, mensen maken daar meteen. Geen idee. Mensen maken daar meteen een verhaal van dat jij ook met hem zou zijn geweest. Ja. En oké. Precies. Stel je voor dat het toch per ongeluk een keer iets zou gebeuren met een zoen. Of met je per ongeluk met iemand de koffer toch induikt. Hoe zou Peter daarop reageren, denk je? Idee. Ik denk dat hij wel weet dat hij daar bij mij niet bang voor hoeft te zijn. Nee, oké. Okay. Dat weet hij gewoon. Daar hoeft hij niet bang voor te zijn. Ja. Absoluut niet. Ja. Oké. Okay. Ja, nou, mijn vrouw zegt in ieder geval tegen mij, als je het ooit flikt, dan is het meteen ook geen gesprek meer mogelijk. Is het meteen over en sluiten. Tegen Peter, hè. Peter, ja, die heeft zichzelf daar ook niet over uitgelaten. Ik heb geen idee wat hij daarmee doet. Maar ik zeg ook tegen Peter, als het bij jou gebeurt, dan moet je eens kijken. Dan ben je weg. Ja, dan ben ik weg en dan neem ze ballen mee. Oké. Ja, Peter, wees gewaarschuwd. Oké. Nee, dus maar komt Peter wel eens in verleiding? In verleidelijke omstandigheden die denkt dat... Ook ja, niet. Want ook hij is bekend en rijk. Dus dat zijn zomaar twee voorwaarden waar vrouwen vaak interessant vinden. Nee, ook niet. Peter is ook altijd samen met mij. En als hij aan het werk is, ja, dan is hij aan het werk. Ja. En als hij hier thuis is, dan is hij bij mij samen. En als we naar de kroeg gaan of wat dan ook, dan gaan we ook samen. Dus, ja. Speel ik even advocaat van de duivel, Nicole. Hè? Want jij bent 32, in het bloei van je leven, knappe vrouw. Mensen die hebben natuurlijk allemaal daar een meningje over. Want Peter is nogal corpulent, grote dikke man, kaal. Misschien in sommige ogen van mensen niet de allerknapste. Maar wel loaded. Hartstikke rijk en succesvol zakenman. Heb je dat stickertje vaak gehoord? Van het is een golddigger? Ja, of ja, een stickertje nog steeds. Ja. Maar het is niet zo. Vind je daarvan? Wat ik daarvan vind, het zegt meer over de mensen die het zeggen als dat het over mij zegt. Ja. En over onze relatie. Oké. Okay. Dat zegt gewoon meer over de mensen die het allemaal roepen. Ze kennen mij niet. Ze kennen Peter niet. Ze weten niet wat voor situatie dat wij hebben, wat voor relatie dat wij hebben samen. Mm-hmm. Dat weten ze helemaal niet. En dan gaan ze er zomaar in één keer roepen of een sticker op plakken. Ja. Dat kan ik ook doen, bij iedereen die ik zie. Ja. Om te zeggen van, nou ja, die doet dat of die doet zus. Nou ja. Wat vind je leuk aan Peter? Wat ik leuk vind aan Peter is zijn humor. Hij maakt mij altijd aan het lachen. En wat vind ik er meer leuk aan Peter? We hebben gewoon dezelfde interesses. We houden allebei van motorrijden. We houden allebei met de camper op vakantie gaan. We houden allebei van lekker ergens gaan zitten op het terrasje, mensen kijken. We hebben nooit geen discussie wat we gaan doen. Nooit. Maar we hebben gewoon dezelfde interesses. Dat is gewoon heel fijn. Ja. We kennen elkaar 5 jaar. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment gaat de verliefdheid over in houden van. Hè? Dat hoor je vaak zo. Ja. Ben je echt hals over kop, helemaal hout op de botel, verliefd op hem geweest? Ja. Hoe ging dat in jullie kennismakingsperiode? Toen dacht ik van, ik heb 4 kinderen en dat is natuurlijk moeilijk. Met 4 kids zo, een nieuwe man en waar moet ik ermee? Dus ik hield het al een beetje af, maar dat was natuurlijk al lang te laat. Het schip was al lang aangevaren, dus dat ging in het begin ging dat wel heel snel en heel hard. Dat we zoiets hadden van, moeten we het niet even wat rustiger aandoen? Maar we hadden allebei het gevoel dat het goed zat, dus we hadden zoiets van, dan hoeft het niet. Nee. Nee. Was jij eigenlijk nog met je ex samen toen je relatie kreeg met Peter? Nee. Of was je wel bij hem weg al? Ja. Je was gewoon netjes vrijgezel. Oké, keurig. Je wil graag met hem trouwen? Ja, nou... Het blijkt een beetje uit de serie. Ik heb gezegd, en Peter weet dat ook van mij, ik ben nooit echt getrouwd geweest. Echt zo'n dag met zo'n witte jurk en... echt trouwen met iemand, daar ben ik nooit geweest. Kijk, Peter is natuurlijk een keer eerder getrouwd geweest. Ik wil Peter nergens in dwingen wat hij niet wil, want het moet van 2 kanten komen. Ja.
Ah, hij begint wel op te warmen naar het idee hoor, want hij zegt ja, het kan zomaar in één keer gebeuren hoor. Dus ik weet het niet. En ik ga ook niet zitten hopen en ik ga ook niet erop zitten wachten. Nee. Als gebeurt het niet, dan gebeurt het niet. Nee, maar mocht hij een keer op zijn knieën gaan, dan weet je het antwoord al wel. Ja, dan ga zeker. Je ja zeggen. Ja, dan ga ik ja zeggen. Ja, ja, ja. Maar ga je dan trouwen in gemeenschap van goederen of ga je dan op huwelijkse voorwaarden trouwen? Nou, ik heb geen idee. Dat zien we wel. Ja. Dat zien we wel. Ja. Ja. Hey, we waren een beetje bezig met een opsomming van dingen die in de media zijn gekomen dit jaar. We hadden het over de €250.000 boete voor Peter Zakelijk. We hadden het over dat nieuwtje dat jij zou zijn vreemd geweest, wat je ook vrij snel kon weerkaatsen. Iets anders wat nu op dit moment dat we de video aan het opnemen zijn speelt, is de mishandelingszaak. Ik heb daar wat vragen over, omdat ik niet precies snap eigenlijk wat er aan de hand is. Je hebt namelijk geen aangifte gedaan. Nee. Het OM legt Peter iets ten laste. Jullie hebben in eerste instantie gezegd, er is helemaal niks aan de hand, er is ook helemaal niks gebeurd. Nu is er toch wat naar buiten gekomen. Kun je mij in een paar zinnen schetsen, want ik begrijp het niet helemaal. Nee, ja, het is natuurlijk de eerste reactie als je zo'n telefoontje krijgt van Shownieuws, dan is het meteen zeggen van, nou ja, we weten nergens niks van. Verder wil ik daar ook niet niks over zeggen. We zijn daarmee bezig met de advocaat en dat is het eigenlijk. Ja. We zijn er nog mee bezig en ik ga dat proces ook absoluut niet schaden om daar iets over... Nee, precies. Jullie zitten er nog middenin natuurlijk, ja. Dus je kan er nog weinig over zeggen. Ik kan nog niks zeggen. Nee, dat doe ik ook niet. Nee, oké. Nou, we zijn er mee bezig met de advocaat. Ja. Ja. Ja, goed. Er zal gerust iets gebeurd zijn, want het is vaak... Waar ook is vuur, er is altijd iets aan de hand. Ja. Mensen willen natuurlijk wel graag weten, ja, wat precies. Ga je daar ooit nog iets over zeggen? Daar komen we nog wel ooit een keer met een verhaal naar buiten. Ja, ja. Dat doen we nog wel een keer. Ja, oké. Maar niet hier en nu. Nee, want het als het verhaal afgerond is, dan zullen wij daar nog een keer een verklaring op. Ja. Wat vind je daarvan? Dat ook dit, nou, want dit is een vervelend nieuwtje, zou je kunnen zeggen. Je hebt ook een hele hoop leuk nieuws. Dat er een nieuw seizoen aankomt. Ja. Dat valt dan ook. Dat komt dan ook allemaal in de media. Dit is dan net even wat minder leuk. Wat vind je daarvan? Dat je... Ja, we hebben ook al zo vaak negatieve dingen en zo vaak positieve dingen. Net als ik eerder in het gesprek al zei, ik lees het gewoon niet. Ik lees het niet. Nee. Ik kijk er niet naar en ik leg het gewoon langs me neer en ik denk, ja, het zal wel. Ja. Ik ga gewoon door met mijn leven en wat de rest ervan vindt en leest en doet en schrijft, dat moeten ze allemaal zelf maar weten. Ja. Ja. Maar zolang het niet uit mijn mond is gekomen of uit Peter zijn mond gekomen is, dan is het allemaal prima. Ja. Als ze schrijven. Ja, ja. Oké. Laten we het nog even over jouw ondernemerschap hebben. Ja. Want ook daar is weer een hele hoop over te doen geweest. Ja. Jij besloot op een gegeven moment, dat zagen we ook in de serie, om een erotische shop te beginnen. Zowel webshop als winkeltje. Ja. Er werd een locatie gevonden voor het winkeltje. Dat konden we allemaal meekrijgen. Maar het is niet open. Nee, op het moment is het nog niet open. Omdat ik op dit moment heb ik het heel druk met andere dingen. Ik heb een aantal dingen. Ja, ik heb natuurlijk, zoals je ook in de serie hebt kunnen zien, in een van de eerste seizoenen heb ik een hotel. Daar heb ik verhuurd aan mensen. Ik heb heel veel huurpanden. Daar ben ik heel druk mee op dit moment. Wat doe je daar precies voor? Wat is die drukte? Het beheer. Ja? Het beheer ervan. Ik doe de huurcontracten maken. Zorgen dat mensen allemaal op tijd betaald hebben. De controles doe ik. Want het is natuurlijk altijd met als je veel mensen op één locatie hebt. Dan wordt wel eens een keer een jointje gerookt. Of dat soort dingen. Dat wil ik absoluut niet hebben. Dus ik doe wekelijks controles. Okay. Daar ga ik naartoe. Samen al die panden bij langs? Ja, samen met de huurder ga ik daar langs. Okay. Gaan we samen in het pand kijken. Gaan we alle kamers binnen. Gaan we kijken. Gaan we controles doen. Maar dat het netjes blijft. Elke week? Elke week, ja. Elke week ga je langs die huurpanden binnen kijken? Ja. Oké. Okay. Ja. Okay, is dat gebruikelijk? In België wel. Oké. Okay. Ja. En sommige huurpanden waar het goed gaat, dat schuif ik naar maandelijks. Ah ja, okay. Dan zeg ik, oké, daar gaan we één keer in de maand langs. Mm. Maar waar je wel wat van die probleemgevallen tussen hebt zitten, en het is gewoon een bende elke keer als je er komt, ja, dan moet je gewoon wekelijks langs. Ja. Om te laten zien van, hey, daar is ze weer. Ja, precies. Ja, daar komt ze weer. Dus dan weten ze, weten ze. Worden in de gaten gehouden en er is controle geregeld, dus we houden het netjes. En dat is ook een stimulans voor de huurder om het om de boel voor elkaar te houden. Ja. Is dat vastgoed allemaal van Peter? Ja. Ja. Oké.
Want je zou zeggen, er komt genoeg binnen met de vakantieparken. Waarom heeft hij die tak van het vastgoed ook nog bij? Want het kost veel tijd, want jij bent druk mee. Ja, dat klopt. Is dat omdat je het leuk vindt of is het noodzakelijk? Of ja, gewoon omdat ik het leuk vind. Hm. Daar is hij ergens een keer mee begonnen. Ja, net voordat ik hem kende. Ik denk 5 jaar geleden is hij daarmee begonnen. Ja. En zo eens een huisje kopen, wat opknappen, weer een keer verkopen, zo'n pandje een keer kopen en verhuren en zo. Dat, ja, gewoon omdat hij het leuk vond om te doen. Ja. En ja, natuurlijk kan hij dat zelf niet. Met de hele organisatie van een stappengroep. Ja. En zo heb ik ook iets te doen. Ja, en het is natuurlijk wel een slimme investering om je geld in vastgoed te beleggen. Ja, oké. Maar goed, het had over Nicoleke. Maar de winkel gaat ergens nog wel een keer open. Wanneer ik het wel rustiger krijg, want ik kan de winkel nu wel open doen. Dan kan ik een personeelslid daar neerzetten, die daar op de openingstijden is. En dan komen mensen, die komen speciaal naar Nicoleke's winkel voor mij. En dan ben ik er niet. Oh, ja. En dan wil ik ook niet. Dus ik wil wel zelf daar kunnen zijn. Op de tijden dat ik zeg van, bijvoorbeeld op een dinsdag van 9 tot 2 ben ik daar. Ja. Dat het er dan ook kan zijn. Ja, daar staan er straks 500 mensen tussen 9 en 2 op dinsdag op de stoep. Dat is het risico. Ja. Dat is het risico. Die hebben misschien niks kopen, maar gewoon een selfie met jou willen. Ja, dat kan. Dat is het risico. Ja. Maar goed, dat ga je dan nog zien. Daar ga ik dan wel. Maar goed, er waren toch problemen met de toestemming en de papieren? En zover mij bekend is niet, dus. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ik weet niet waar ze de informatie vandaan halen. Nee, dat klopt niet, zeg jij. Je hebt gewoon toestemming. Nee, zover mijn wetenschap is daar gewoon een vergunning op voor detailhandel, dus. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus je mag gewoon open als je zou willen. Ja, okay. Als ik morgen open wil gaan, kan ik morgen open gaan. Ja, oké. Okay. De webshop is wel open. Ja. Hoe heb je het bedacht om in erotische artikelen een shop te gaan beginnen? Ja, fruit kunnen doen of bouwmaterialen. Hoe kom je erbij? Ik heb eigenlijk gewoon gekeken naar wat verkoopt nou veel. Wat verkoopt veel? Qua detailhandel, waar kun je nou het beste zitten, in welke doelgroep? Mm-hmm. Ja, dat is toch echt die doelgroep. Oké. Okay. Ja. En zit daar een beetje handel in? Ja, zeker. En zeker in de coronatijd, als alle mensen thuis moeten blijven. Ja. Dan vervelen ze eigen rot en dan gaan ze maar dat soort dingen doen. Ja, maar goed, die tijd is nu niet. Maar nu loopt het nog steeds heel hard. Oké. Okay. Ja, gaat het gewoon toch goed? Ja, het gaat heel goed, ja. Nicole, hou jij even mijn noten vast? Ja, dat zijn ballen. Ja. Zijn wel klein. Ja? Ja. Ben je ze groter gewend? Geen uitspraken over de andere. Je gaat er maar makkelijk doorheen, Nicole. Ik vraag me af of je weet wat dit is. Je mag hem even voelen. Dat is een passievrucht. Ja, man. Oh ja. Ja, ik denk passie. Ja. Hoe is het met de passie in jullie slaapkamer? Goed, toch? Ja. Is seks bij jullie gewoon iets wat af en toe even moet gebeuren omdat je moet ontladen? Of wordt er ook echt wel dingen opgebouwd met kaarsjes en een mooi muziekje op de achtergrond? Nee, het is romantisch niet helemaal, maar we gaan wel heel graag met z'n tweeën lekker een bubbelbad liggen, lampje uit en dan hebben we zo'n lampje in het bubbelbad zitten en zo. Dat vinden we wel fijn om te doen, maar voor de rest geen kaarsjes of zo of wat dan ook. Okay. We hebben wel een massagetafel, dat is ook wel fijn. Ja, oké. De rest. Okay. Leuk item is het, hè? Ik zie je helemaal genieten. Kom op met die passievrucht. Ja, de kleinere versie. Ja, wat is het? Ik denk een vagina. Ja, het is een pruim, hè? Ja, een pruim. Ja. Noemen ze dat ook wel eens, toch? Nou ja, daarom. Ja, in de volksmond wordt dat ook wel. Jij bent expert. En ik wil vertel mij eens, waarom in godsnaam wordt de vagina van een vrouw een pruim genoemd? Want ik vind het toch, voor alle, voor alle omschrijvingen en metaforen die je voor vagina kunt hebben, er zit ook hele mooie tussen. Poesje blijft een mooie. Maar waarom pruim? Geen idee. Nee. Geen idee ook niet wie het bedacht heeft. Ik vind het ook echt niet echt een woord wat erbij past. Zeg. Nee. 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 Nee, maar ja. Nee, goed. Weg dat met die pruim. Dat was de pruim dus. Weg met die pruim, ja. Nou, we zijn er bijna doorheen. Nog twee. Slagroom. Busje slagroom. Wat heeft dat met seks te maken? Ja, ik denk dat je dat op elkaar kunt spuiten en van elkaar af kunt lukken. Dat denk ik. En wat is daar nou geil aan? Weet ik niet wat er geil aan is. Ik denk dat het gewoon vooral dat het geen lekkerder maakt voor iemand of zo. Heb jij ooit iemand met slagroom bespoten? Nee. Nee. Ben jij wel eens door iemand met slagroom? Nee, ik hou absoluut niet van plakkerige zooi.
Oké. Daar hou ik echt niet van. Dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Nee, ik hou daar echt niet van. Ik hou niet van, van geplak en dat soort spul, chocoladesaus gebeuren. Nee, daar hou ik niet van. Ik mag jou niet onderspuiten, begrijp ik? Nee. Jammer man. Helaas. Shit. Nou, ga weer de kans voorbij. Hey, de laatste. Nou, je mag me even vasthouden. Deze ga je lekker niet raden, want dit is de moeilijkste. Waarom heb ik nou ananas meegenomen, denk je? Ja, ik ken één film. Daar stoppen ze hem ergens bij iemand achter in de kont. Oh jee. Die ken je vast ook, ik weet het zeker. Hoe heet die nou? Nou, dat is wel heel diep graven. Met die van Adam Sandler is die film. Nicky heet die volgens mij. Dan gaan ze naar de hel en dan is daar Adolf Hitler. En die moet dan elke dag een ananas in zijn kont. Oké. Okay. Dus ik dacht, misschien is dat de associatie, maar voor de rest... Ik denk dat toch wij heel andere films kijken. Bij ons. Het is een hele grappige film. Het is echt heel leuk. Okay. Hij is echt grappig. Weet je wat ze over ananas zeggen? Ja, ze zeggen dat de binnenkant van een ananas de weeën opwekt bij een zwangere vrouw. Oké. Okay. Dat wel. Dat wist ik dan weer niet. Nee. Het schijnt dat de smaak van sperma er heel erg goed van wordt. Oh. Als je veel ananas eet als man, en dat geldt voor heel veel zoete vruchten, ananas of passievrucht ook, dan schijn je heerlijke sperma van te krijgen. Oh, nou. Ja. Dat was jou niet bekend? Nee, was niet bekend. Zal ik hem achterlaten hier voor Peter? Nou, Peter eet geen ananas. Ben maar niet bang. Ik krijg je niet in. Alles wat groen is, dat bijt. Oké. Hey. Ik kan hem meenemen. Ja, oké. Okay. Ja, leuk. Dankjewel voor je grappige deelname. Ja, ook dankjewel voor het hele fruitkissie. En hoe werkt dat? Heb je vanuit een magazijn werk je? Of hoe gaat dat? Ik heb een partnerschap met Shots. En Shots die doet voor mij het inpakken en... Distributie, verzenden. Ja, verzenden, ja. Alles. Oké. Okay. Ja. Ik moest wel lachen. Ik keek even op de Facebook van Nicoleke.nl. Hè. Je hebt ook een Facebookpagina voor aangemaakt. En er was een actie met Moederdag. Wil je jouw moeder verrassen met een origineel cadeau? Neem dan een kijkje op mijn website en gun je moeder, partner of mama to be, een mooi momentje voor haarzelf. Ik moest wel een beetje om lachen. Want wie geeft nou zijn moeder een vibrato cadeau of zo? Ik heb niet alleen vibrato's. Nee, maar bij wijze van. Hè? Bij wijze van, ja. Nou ja. Ik weet niet of ik mijn moeder er heel blij mee zou maken. Ik zou geen vibrator cadeau geven. Maar ik heb bijvoorbeeld wel van die geurkaarsen. En dat als je die dan brandt, komt er een soort van massageolie uit. Nou, dat zou ik best aan mijn moeder kunnen geven. Oh ja. 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 Okay. Of iets okay. van een body lotion of een crème of zoiets. Daar heb ik ook allemaal gewoon in het assortiment zitten. Dus, ja. Ja. Oh ja, oké. Okay. Dat is wel iets kuiser dan meteen dat harde seksspeeltje. Ja. Ja. Heb jij, want ik vroeg net, hè, hoe kom je erbij om hierin te beginnen? Je zei van, je hebt een soort marktonderzoekje gedaan en hier lag wel een markt. Maar je moet er toch zelf ook iets mee hebben? Een bepaald interesse in seks of een bepaalde affiniteit met... Ja, dat heb ik ook wel. Maar ik vind ook vooral, er hangt ook zo'n taboe omheen. Als ik met mijn vriendinnen aan tafel zit, wij... grappen en grollen daar allemaal wel over en vinden het allemaal prima. Maar dan heb ik dan ook wel vrienden erbij zitten die hebben zoiets van, oh ja, maar, daar praat ik niet over, hoor. Okay. En dan denk ik, ja, maar dat hoeft toch nergens voor. Nee, jij praat heel open daarover. We lopen hier allemaal rond om één reden en dat is omdat mensen seks met elkaar hebben en niet om een andere reden. Ja. Dus, ja. Hoe is dat Peter gebruikt dan de mooie term hatsenflatsen. Wat mij betreft niet de meest romantische term die je voor het liefdespel zou kunnen bedenken. Maar hoe is jullie seksleven? Ja, dat is prima. Daar is er niks op aan te merken. Nee. Er is niemand zijn eigen druk over te maken dat er iets op aan te merken is. Peter die zegt in de serie nog wel eens dat hij nogal een groot stuk gereedschap heeft. Meestal bij wat dikkere mensen is dat meestal niet zo. Maar dan mag je eigenlijk kunnen we daar toch even over de tijd mee, Nicole? Nee, dan mag je eigenlijk hoeveel centimeter? Harde centimeters wil ik horen. Nee. Gaat niet gebeuren. Shit. Dus zo open ben je ook weer niet? Nee, daar ben ik niet open over. Als je dat zelf wil vertellen, moet hij dat zelf maar doen. Maar... Zullen we hem straks even bellen? Ja, mag. Misschien kunnen we het hem even vragen. Ik denk dat hij aan het filmen is. Oh. Ja, hij is aan het filmen. Oh, jammer. Kom je goed mee weg. Ja, ik kom goed mee weg, ja. Een van de slogans die je ook rondom jouw bedrijf gebruikt is, hoe heter, hoe beter. Ja. Zag ik ergens staan bij een foto van jou volgens mij. Dan profileer je het zelf ook een beetje als sekssymbool. Ja, dat komt van Peter af. Dat komt van Peter af, ja. Peter is natuurlijk van de spreuken en van de leuzen en zo. Oh? Dus dus die riep eigenlijk al vanaf het begin af aan dat ik dat wilde gaan doen. Ja, hoe heter, hoe beter hè, Nicoleke.
Dus ja, daar komt hij vandaan. Ja. Dus ik dacht, ja, dan gebruik ik hem gewoon. Maar daarmee profileer je wel jezelf wel een beetje als een soort sekssymbool, toch? Op de manier. Nou ja, weet ik niet. Ik denk het niet. Wil je dat mensen, want je hebt nu die erotische shop, denk je dat mensen jou associëren met seks? Nee. Meer dan voorheen, toen je die shop nog niet had? Nee, denk ik niet. Oké. Okay. Nee. Okay. Zou je naakt in de Playboy staan, nee, als het je aangeboden werd? Nee. Want we hebben het toch even over dat profileren. Nee. Waarom niet? Omdat ik dan een jaloerse Peter op mijn nek heb. Nee. Oké, okay. Die wil dat beeld niet delen met andere mannen? Nee. Absoluut niet. Oké. Grappig. Tot slot, Nicole, een van mijn laatste vragen is altijd, heb je zelf nog iets wat je graag zou willen bespreken? Wat voor jou handig is dat in het blad komt te staan? Of heb ik nog iets misschien niet gevraagd wat je wel had verwacht? Daar gaan we het vast even over hebben. Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat je heel goed voorbereid gekomen bent. Oké. Ja, nou ja, ik ben wel even flink in je leven gedoken. Er is natuurlijk heel veel te vertellen over jou, hè? Maar ja, we hebben natuurlijk deze tijdspannen niet ruimte genoeg om jouw hele leven te bespreken. Ik vond aan het begin, misschien kunnen we dat dan daarmee afsluiten, ik vond aan het begin wel interessant toen we het hadden over de vader van jouw oudste kind, die is overleden voordat hij überhaupt geboren was. Ja. Toen zei jij van, ja, ik heb best wel een rugzakje. Ja. We bespraken ook jouw wat ongelukkige relatie met de vader van je andere drie kinderen. Wat zit er nog meer in je rugzak? Ja, wat zit er nog meer in je rugzak? Eigenlijk van alles. Van allerlei dingen. Er zijn dingen. Ik ben toen ik jonger was naar Frankrijk verhuisd en weer teruggekomen. En ik heb van allerlei dingen al meegemaakt. Ik heb van alles gedaan, ondernomen. Vooral altijd ook heel hard gewerkt. Ik heb een diploma gehaald als masterchef. Daar ben ik ook heel trots op dat ik dat gehaald heb. Ik doe er niks meer mee overigens, maar ik vind het wel heel leuk dat ik het heb. Ja. Ik heb heel veel gestudeerd, ik heb heel veel gereisd, ik heb van alles gedaan. Dus het is een hele rugzak vol. Jij noemde Frankrijk vroeger in je jongere jaren. Ja. Wat heb je daar gedaan? Daar woonde ik samen met de vader van mijn oudste zoon. Ja, oké. Ja. Jullie waren geëmigreerd? Nee, hij woonde daar en ik ben daar naartoe verhuisd. Ah ja, oké. Ja. En je bent, maar is hij daar ook overleden in Frankrijk? Ja. Dat is daar gebeurd allemaal, dat drama? Dat is daar gebeurd, ja. Oké. En toen dat gebeurd was, ben je teruggekomen in Nederland? Ja. Heb je dan nu ook nog bepaalde gevoelens bij Frankrijk? Dat je denkt van, goh, dat heb ik weggestopt. Kom daar liever niet? Of? Nee. Ik heb daar nog steeds een van mijn beste vriendinnen, waar ik toen heel veel mee omging, daar heb ik nog steeds heel veel contact mee. Daar ga ik ook nog langs en zo. En natuurlijk, die willen ook Keanu zien. En, ja. Ja. Toch zijn jullie als gezin meer georiënteerd op Spanje? Ja, zeker. Want het is meer dat ga ik niet zo zeggen. Oké. Nee, Spanje is meer een kalmer land. Waar je rust hebt. Dat vinden wij fijn. Ja. Peter komt er al lang, jouw oude zoon. Ja. Dus je hebt ook wel automatisch meer met het land dan. Klopt. Ja. En jullie hebben ook dan een klein optrekje gekocht, zag ik voorbij komen. Ja, heel klein optrekje. Ho, wat is dat dan voor? Ja. Kasteel ook weer. Ja, daar. Het is echt kasteel. Het is ja, man. Normaal. Nou ja, we hadden daar een penthouse met twee slaapkamers. Ja. En daar gingen we eigenlijk heel veel naartoe met z'n tweeën en met mijn oudste zoon. En ja, die kleintjes worden nu ook ouder. Die willen ook mee op vakantie. En zeg Peter, als die kleintjes mee op vakantie willen, dan kan dat hier niet, in dat penthouse. Ja. Nee, dat kan niet. Oh, nou ja. En Peter is dan wel heel impulsief daarin. En die zegt van, oké, als die kleintjes mee op vakantie willen, dan koop ik toch gewoon een huis hier. Ja. Ja. Dus we zijn gaan zoeken en dat is het geworden. Fantastisch, hè? Ja. Hoe vaak ben je er al geweest? We zijn daar nu 3 keer in het huis daadwerkelijk geweest. Er moet nog wel verbouwd worden en zo. Ja. En dan direct zullen we er wel vaker naartoe gaan. Want dan zijn we bijvoorbeeld met de kerstvakantie 2 weken, dan zijn we weg. En dan 1 week met de kleintjes erbij en 1 week alleen met de oudste. Fantastisch. Jullie hebben ook nog een klein ander optrekje gekocht hier in België. Ja. Een kasteeltje. Kasteeltje. Knoepert van een kasteel. Ja. Dat staat helemaal in de stijgers. Dat wordt verbouwd. Daar kunnen jullie niet meteen in. Hè? Dit huis hier hebben jullie verkocht. Hier moeten jullie uit. Straks in januari. Wanneer kun je in het kasteel? 2024. Dat ergens. Duurt echt nog heel lang. Ja. Dus je moet tussentijds nog in een huurwoning. Ja, maar nee, geen huurwoning. We hebben zelf woning genoeg.
Okay. Ja, ja, zoals ik al zeg, vastgoed, Peter heeft natuurlijk vastgoed genoeg, ja. We hebben woningen genoeg waar we naartoe kunnen. Ja. Hoeven we eigenlijk maar te zeggen van, nou ja, zullen we daar gaan wonen of zullen we dan daar gaan wonen in de tussentijd? Dat moeten we nog even kijken waar mag. Wij hoeven ons geen zorgen te maken dat de familie Gillis geen onderdak heeft als dit huis verkocht is. Nou, met die warme gedachten wou ik het maar afsluiten, Nicole. Ja. Dank jou hartelijk voor je openhartigheid en voor je mooie gesprek in deze video. En wij gaan terugrijden naar Friesland. Yes. Dankjewel. Tot de volgende keer. Okay. Ja, ik denk dat Andries een hele andere journalist is als normaal. Normaal dan komen ze altijd alleen maar vragen stellen en ja, dan dat is het. Andries die maakt er net wel anders van. Die maakt er nog een, die verzint er nog een leuk spelletje bij en zo om het gewoon een beetje luchtig te houden. Verder vind ik dat hij ook goed voorbereid komt met zijn papiertje. Hij heeft zijn vragen netjes opgeschreven die hij heeft. Daarin is het ook fijn dat Andries altijd wel openheid in zaken geeft. Dat hij zegt van nou, als ik mijn stuk geschreven heb, dan stuur ik het eerst naar jou. Als je iets eruit wil halen of iets toe wil voegen, mag dat altijd. Ja, dat is gewoon een goede eigenschap van hem. Verder vind ik het gewoon een correct iemand die altijd even vraagt of dat gepast is als hij me belde in het verleden al een keer voor een paar stukjes. Ik heb hem al een keer eerder gezien in Heerhugowaard en daar was ook gewoon correct en ja, gewoon prima, op een prima manier de interview doen. Hey Nicole, ja. Dankjewel. Het was de reis meer dan waard. We gaan weer 3,5 uur terugrijden naar het Hoge Noorden. Ja. Maar dankjewel voor je openhartigheid, je mooie verhalen. Ja. En ik ga het thuis uitwerken. Graag gedaan. En jij ook bedankt voor de overwinning. Ja, je was beter. Ja. Zonnebloemen die hebben me genekt, man. Shit. Hey, yes. Doei, dankjewel. Goed, en we spreken elkaar gauw weer. Tot ziens. Hoi. Nou, dat was een leuk interview met Nicole Kremers. Man, leuke vlotte vrouw, slimme vrouw, goed nagedacht over alles. Wat ik al een beetje verwachtte is dat ze niet met mij wilde hebben over datgene wat momenteel, als we deze video aan het opnemen zijn, in de media speelt. Dat is die mishandelingszaak. Peter zou haar hebben mishandeld, daar wil ze niks over zeggen. Die zaak loopt nog, het proces loopt nog, dus ja, had ik wel een beetje gedacht. Maar voor de rest over van alles gehad, over haar bekendheid, haar status als bekende Nederlander, de serie die als een 8e seizoen bezig is. Van alles besproken. Leuk, ze heeft ook al de spelletjes meegedaan. Een hele kist vol erotisch fruit gehaald. Dat was natuurlijk een beetje knipoog, een beetje grapje. En ik ga op vakantie en ik neem mee, verdomme verloren man, met een bosje zonnebloemen. Shit, ik baal ik van. We staan er weer mooi op. Ik had het visserspel met Aad Visser eerst ook al verloren. En nu verlies ik het spelletje van Nicole. Ik moet misschien toch wat beter gaan trainen. Hey, het zit erop. Ik rijd terug naar Friesland, 3,5 uur rijden. En dan ga ik een stuk uitwerken voor Panorama en Party. Vond je dit een leuke video? Doe even abonneren. Want ik ben mijn YouTube kanaal nog helemaal aan het opbouwen. En hoe meer abonnees, hoe bekender het kanaal enzovoort. Dus abonneren even is gratis. Je kunt me ook volgen op Instagram. Dat account heet @AndriesJelleDeJong. Daarin doe ik ook verslag van mijn werk als showbiz journalist. Maar je ziet ook mijn kinderen voorbij komen en onze boerderijdieren, want we wonen in Friesland met heel veel dieren. Dus mijn dagelijks rijlen en zeilen zie je daar ook. Ik hoop jou te zien bij de volgende film. Hoi.